In een deel van de geitenkamp is een alcoholverbod. Maar gaat de wijk hierdoor er ook echt op vooruit? Bewoners hier in het gebied rondom het Marktplein hebben steeds meer last van mensen op straat die een slokje te veel op hebben. Er wordt naar ze geschreeuwd, ze worden nageroepen en beledigd en er is veel geluidsoverlast. Daarom heeft de gemeente nu besloten om een alcoholverbod in te stellen. Vanaf deze week mag er hier op straat geen druppel meer gedronken worden. U heeft wel eens gemerkt dat hier drankoverlast is? Ja. Als ik bij die bus zat, dan ben ik bij mijn vriendin op bezoek geweest. En dan zitten ze buiten bij het café, ook wel eens aan de overkant. En daar heb ik een keer gezien dat een jonge knuller uit de auto stapte. En heb ik eerst groeten en dan zo uit het niets op de vuist gingen. En die buschauffeur kon niet langs. Buschauffeurs zijn wel eens lastig gevallen. En ik sta ook altijd een eindje van weg en dan moet je weer een stukje lopen. Maar het is wel heel vervelend. Ja. Merkt u ook een geschreeuw of dat u nageroepen wordt? Ja. Ze hebben mij ook wel eens in het begin hier uit de tent zitten lokken, weet je wel. Ik denk, reageer maar niet. Of dat er iemand naast je kwam staan, een beetje uitdagen. Maar ik denk, niet reageren, hebben ze er ook geen plezier van. Nee. En u bent ook wel blij dat ze de drank verboden? Ja, maar soms heb ik wel eens gezien, dan kwam ik ook van haven daar. Dan zaten ze toch daar aan de overkant. En dan een beetje asociaal met mooi weer in de blote buik. Ik denk, nou... Helemaal niet. Nee. U vond het ook een beetje overbodig misschien dat achter? Ja, zo'n beetje wel, ja. Ja. Want als het mooi weer is, gaat hij ergens anders zitten. Dus. Ja. Het had van u niet gehoeven? Hoe doe je? Had het niet gehoeven, het verbod? Nee, had het echt niet gehoeven, dus. Maar de winkels hadden last meer, dus... Dus u heeft nooit persoonlijk er last van gehad of dat u iets gebeurd is met mensen? Nee, helemaal niet. Als je naar de supermarkt ging, dan zaten ze meestal op dat bankje daar aan de overkant. En dat kon wel eens vervelend zijn. Ook met mensen naroepen en dat soort dingen, weet je. Dus het is maar goed dat ze daar wat aan gedaan hebben. Ja, is het ook wel eens bij u gebeurd? Nee, bij mij niet. Nee, ik woon ook aan de andere kant, dus het was net een beetje deze omgeving, geloof ik. En heb je nou toch zin om op dit bankje een drankje te doen met je vrienden, dan kan het zijn dat je met de politie te maken krijgt. Ze hoeven namelijk niet te wachten tot je dronken over straat zwalkt om je aan te houden.